De politie heeft 3 Cubanen aangehouden in het geval van de zogenaamde huisartsenpraktijk aan de Prinsessenstraat. Op deze locatie namen de verdachten COVID-19-testen af tegen betaling van 950 Surinaamse dollar. Daarnaast werd er ook medicatie verkocht tegen dit virus. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze personen geen artsen zijn. De verdachten zijn aangehouden ter zaak overtreding van de wet beroepen en bedrijven en overtreding van het decreet vergunningen huisartsenpraktijken. Inspecteur Humphrey Naren zegt dat deze personen hangende het onderzoek niet in verzekering zijn gesteld. Ze zijn aangehouden door een economische delicten en overgedragen aan de politie van de afdeling fraude. Samen met een partij medicamenten die in beslag zijn genomen. En medische hulpmiddelen. Waaronder een echo-apparaat. Ja. Ze zijn na overleg met het Openbaar Ministerie hangend het onderzoek niet in verzekering gesteld. Oké. Maar ze zijn in beslag genomen. De bedoeling is dat het politiedossier wordt afgerond en dat dossier zal worden opgestuurd naar het OM. En dat zal voor nadere afhandeling. In elk geval, de mensen zijn nog steeds verdachten, want de zaak is gaande. Mm-hmm. Maar ze zijn niet in verzekering gesteld aan het onderzoek. Naarden haalt verder aan dat de verdachten vermoedelijk niet illegaal in het land zijn. Hij legt uit waarom niet. Okay. Maar daar zouden ze niet kunnen zijn heen gezonden. Ze zouden wel niet zijn opgesloten. Maar wel ter beschikking van de vreemdelingen die wel in een cel zijn beland om gedeporteerd te worden. Maar dat heb ik niet begrepen uit die rapportage. Dus vandaar dat ik zei dat ze hoogstwaarschijnlijk lokaal in het land vertoeven. Inspecteur Humphrey Naden, hij sprak over de kwestie van de illegale artsen die in een drogisterij aan de Prinsessenstraat opereerden.